Denk je dat ze daarmee de alcohol kunnen stoppen? Ik denk het niet. Stunten met alcoholprijzen is vanaf donderdag verboden. In de alcoholwet staat dat de korting op bier, wijn en andere alcoholhoudende dranken nog maximaal 25% mag zijn. Het kabinet wil hiermee de kans vergroten dat consumenten bewuster omgaan met het kopen van drank. Hebben Wiegenaren vlak voordat de regel inging een flinke voorraad aangelegd? Nee, nog niet. Nee. Ik mag geen alcohol in verband met mijn ziekte, dus dat hebben we niet gedaan. Nee. Niet voor mezelf, maar wel voor de jongens, voor mijn man en voor de kinderen. Omdat het gewoon, dat gaat heel snel op bij ons met die jongens allemaal. Hey, ik drink geen alcohol, dus sorry. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik had nog behoorlijk wat. Nee, helemaal niet. Oh ja, eigenlijk wel. Wat dan? Bier. In de aanbieding? Ja. Ik heb een ijzeren voorraad. De meningen zijn verdeeld over de nieuwe alcoholwet. Heel jammer. Waarom? Ja, dat scheelt een hoop in de portemonnee natuurlijk. Nou, ik denk dat het niet helpt dat jongeren minder daardoor gaan drinken. Dus op zich vind ik het niet helemaal nodig. Er zijn wel andere dingen waar ze ook in kunnen, maatregelen in kunnen nemen. Bijvoorbeeld? Gokverslaving. Drugsverslaving. Maar het is jammer, denk ik, juist voor jongeren dat het dan allemaal zo duur wordt. Ook wel goed. En zeker in deze examentijden, dat de jeugd toch gestimuleerd wordt om meer alcohol te drinken. Ja. Eigenlijk door die prijzen. Ja, vind ik een beetje belachelijk. Waarom? Ja, omdat die mensen nu mogen toch wel een biertje drinken. Denk je dat ze daarmee de alcohol kunnen stoppen? Ik denk het niet. Dat geloof ik niet. Ja, ik denk dat het een tijdelijk iets is en dat mensen toch gewoon hun eigen gewoonte blijven doorgaan. En hun alcohol blijven kopen, als ze dat nodig vinden. Ja. En je mag geloof ik tot 25% nog korting leveren. Dus daar zullen ze ook wel weer mee gaan sjoemelen, de supermarkten. Dus ik denk dat het niet veel op zal leveren. Allemaal voor het goede doel, zullen we maar denken.